Nou, dat is nog de Antonius Breinstraat. Daar gingen we verhuizen. Dat is dus de jaren 1966. En 70 vertrokken we. 66 tot 70, maar 70 vertrokken we. Dat bijzondere plafond met het lofwerk. Nou, de boel ligt her en der door elkaar, want we gaan vertrekken. Ook in het huis wordt gesloopt. De schoorsteen, maar schoorsteen. De grote voorkamer. De jongens mochten nou op de muur tekenen, want we gingen weg, het werd toch gesloopt. Dat deden we dan ook. En dan krijgen we de verhuizing. Nou, daar staat mijn wagen achter. Kijk, en dat is onze verdieping. De boel gaat eruit. Beneden woont een Chinees nog. En boven woont Griet nog. Wij gingen het eerste weg. Daar staat mijn wagen. René. Bij de Volkswagen die we toen ook al hadden. Nou, prachtig uitzicht op de Mondelbaanstoren. We zijn allemaal weg nu. Alles is weg daar. En zo was het. Zo was het toen we er gewoon de één blinde muur. Hadden we die hele grote bovenverdieping met een huis wat in totaal 35 meter diep was. Met het achterhuis erbij. Dit is op een zonnige zondag in de jaren 60. Dat is echt niet zo nawonen hoor. Dat is onze verdieping met die gordijnen daar, het balkon. Nou. De fietsen die beneden stonden, het entree, dat was niet zo fraai. Het bedrijf zat er nog onder, daar woonden de Chinees en zijn vrouw. Dat was onze verdieping. Dat was een zondag. Je ziet hoe rustig het nog was met het verkeer in de jaren 60 bij ons. De trambaan was er wel zwaar. Was vervangen door de bus inmiddels. En daar is de bus. Van 1966, zomer 1966. Nee, dat is 70 al. Het is dichtgespijkerd bij ons al. Het is afgelopen, dat was 66. Dit is 1970. En dan zien we ook dat dit huis afgebroken wordt waar we in woonden. Successievelijk verdwijnt alles. De boel wordt kapot gemaakt. Later bleek ook dit de eerste jaren overbodig, maar dat is weer het beleid van Amsterdam geweest. Huisje van Gosselen, al die huizen zijn weg, die waren nog betrekkelijk goed en nieuw. We hebben de Jodenbreestraat en daar gooien ze de planken van ons huis af, van het huis waar wij ook woonden. Duidelijke zwarte kanalen zien van onze schoorstenen. Nou, het is al afgebroken tot de eerste verdieping. Zonde. Maar ja, men schreef dit voor en die had niets te vertellen. Dus is het druk bezig met de afbraak. We zien nog de binnenmuren. En steeds verder rukt de slopershamer op in het oude Amsterdam. Daar woonden we, tegen die muur aan. Hier kun je duidelijk de schoorsteenkanalen zien. En nu in 1967 ziet het er zo uit.
een kale plek. Maar niet meer die geweldige smeerboel. De Zuidertoren in de Zandstraat. De kerk is inderdaad mooier vrijgekomen. Niet te weten dat mijn voorouders er ook lagen, later pas achtergekomen. We hebben het grachtje, we hebben het huisje van Gosla, dat staat er nog. En het entree is inderdaad veel mooier en vriendelijker geworden. De kerk is ook veel beter te zien.